Wij zoeken in Overijssel een school voortgezet onderwijs met jonge onderzoekers die ons willen helpen bij een project om twee verdwenen kloosters in beeld te brengen. Ben je handig met animaties, video of kun je goed onderzoeken? Dan ben je van harte welkom in ons team. De geschiedenis van deze kloosters gaat meer dan 600 jaar terug. De twee verdwenen kloosters zijn te vinden in Sipkelo, bij het gelijknamige dorp Sipkelo en Klein Buurlo vlakbij het dorpje Eggerode in Duitsland. Er is nog een ander bestaand klooster, Groot Buurlo. Een van de bouwheren van dit klooster was nauw betrokken bij de bouw van de andere twee kloosters. Aan de hand van oude kaarten en eerdere opgravingen weten we iets meer van het klooster Sipkelo. Bij Sipkelo is nog een oude waterput terug te vinden. Maar op een gegeven moment waren daar geen fondsen meer en toen zijn ze hier nog naartoe gegaan. Daar hebben ze een kelderopening gevonden, wat ze zeiden. En toen ze net op punt stonden om dat te ontdekken verder, om de volgende dag weer naar meer opgraving te doen, toen is die plek 's nachts bezocht door bandieten. Tenminste, er wordt gezegd, daar kun je altijd naar raden of dat zo is of niet. Ja. Maar toen is ook die opgraving stop is komen te liggen. En hier was de binnenplaats. Deze grote grafsteen werd tijdens een opgraving gevonden. Maar niemand weet tot nu toe wie de genoemde persoon is. Kun je nog eens even voorlezen wat er staat? Hier ligt begraven Huurt de Hertewegen van Zwolle. Bid voor de zielen, 1501. Op het kloosterterrein zijn veel kloostermoppen te vinden. Dat zijn grote stenen die door de monniken voor de bouw van de kloosters zelf werden gefabriceerd. Door monniken ooit eens gemaakt waarschijnlijk? Ja, dat is echt een kloostermop. Freddy heeft ook ontdekt dat de klei gevonden werd in Baldehaar en daar dachten ze er waarschijnlijk van. Dezelfde kloostermoppen werden ook in Groot Buurlo gebruikt. En zo kunnen we ons een beeld vormen hoe het klooster er ongeveer uit zou moeten hebben gezien. Op de binnenplaats van het klooster Groot Buurlo zijn nog veel sporen van de oorspronkelijke middeleeuwse architectuur te herkennen. De bouw lijkt veel op een schets van Sipkelo die circa 80 jaar geleden werd gemaakt. Zag de binnenplaats er ongeveer zo uit? En hoe groot was het kerkgebouw van het klooster? Vragen waar wij graag antwoord op willen hebben. We mogen er niet graven omdat het een archeologisch beschermd gebied is. Toch kunnen we met moderne middelen veel bereiken, zoals het inzetten van grondradar. Met deze apparaten kunnen we diep in de grond kijken en met een computer kunnen we een 3D-beeld maken en zien wat er zich in de grond bevindt. Lijkt het je wat ons te helpen bij het onderzoek? Wil je filmen, onderzoeken of op een andere manier helpen? Praat dan eens met je docent geschiedenis of levensbeschouwing en meld je school bij ons aan. Je mag ook een persoonlijk bericht sturen. Doe mee met ons team.